Hey jongens, ik ben Dennis, a.k.a. Denniske, en vandaag hebben jullie weer wat live GTA gameplay. En het is een tijd geleden dat ik wat GTA heb geüpload, maar het deed het eigenlijk altijd wel goed, dus het kwam erop neer dat heel veel mensen het leuk vonden. En het werd er toch weer om gevraagd, dus ik dacht, nou, ik zal weer eens een GTA video maken. En het scheelde toevallig ook dat gisteren was toevallig onderhoud met het PlayStation netwerk, dus ik kom weer online. Dus ik dacht, nou, dan gaan we even GTA doen. Dus we gaan gewoon wat randoms doen en, oh shit. Ik moet even oppassen, dit is wel een van mijn favoriete auto's, serieus. Ik heb helemaal wagen of helemaal garage vol staan met Bugatti's. Maar dit is gewoon mijn favoriete auto. Maar ja, we gaan gewoon wat rems doen. Ik zat te denken om toch weer terug te gaan naar die lege basis. Kijk, dat ik nog één keer die jet kan jatten. Als dat niet lukt, nou jammer dan. Als het wel lukt, dan gaan we naar die top van die berg. En als het niet lukt, dan gaan we alsnog naar die top van de berg. Maar dan met de auto. Dus uiteindelijk eindigen we waarschijnlijk gewoon bij die supergrote berg. Maar oh shit, houd hem recht. Maar ik heb dus al mijn geld geïnvesteerd in online iets. En aangezien ik nou dus niet online kan, heb ik dus op het moment helemaal geen geld. Dus ik kan niks kopen, zou ik zo zeggen. Dus we moeten maar even kijken hoe we dat gaan beunen. Want we hebben niks. Maar ja, we hebben ook niet heel veel nodig. Want mijn garage staat voor mijn dikke sportauto's. Behalve dit ding dan. Maar het is gewoon een monster. Dit is gewoon een fucking monster. Kijk dit ding. Ik weet er niks van zeggen. Kijk dit. Zo awesome. Maar in ieder geval, voor de rest, ik heb alle wapens, volgens mij is een beetje, dus het maakt niet heel veel uit. We gaan even naar die lege basis, dat is niet heel ver weg. Dus daar moeten we zo meteen wel zijn. En trouwens, als jullie meer GTA willen zien, laat in de comments achter wat. Want ik zit nou maar random te doen. Ik weet mijn god niet wat ik wil gaan doen, dus ik doe maar wat. En dat kan uiteindelijk leuk uitlopen, zeg maar. Dat is niet echt wat ik zocht, het maakt maar niet uit. Maar in ieder geval, leuk, mijn auto aan de klote, grosje, was zo duur. Maar het kan daar ook dus heel leuk uitpakken, dat was het woord ook zo. Alleen het kan daar ook gewoon helemaal geen zak aan zijn. Dus als het zo is, helaas, dan moeten jullie maar gewoon wat laten weten. Maar eerst wil ik die jet. Want de vorige keer was dat volgens mij niet gelukt, toen werd ik uit de lucht geschoten. En ik moet volgens mij de andere kant op vliegen, richting de bergen. Want ze hebben anti-air en dan knallen ze me gelijk weg. Dus ik moet zo snel mogelijk bij hun weg. En ben ik eigenlijk bijna? Ja, ik ben er bijna. Op zich best sick hoe hard dit ding rijdt. Eigenlijk een driftauto. Maar aangezien ik nou weer met de PlayStation 3 controller speel... wil ik niet echt gaan driften, want dit ding voelt echt totaal niet fijn aan meer. En op dit spel werkt de PlayStation 4 controller niet. Dus handig om te weten. Hij werkt dus niet voor elke game. Oh, dat was close. Voor elke game en... Holy fuck, ik ga off-road. Jongens, gekken. Ja, mijn auto slipt weg. Ik heb denk ik iets te laag gemaakt. In ieder geval wel voor dat zand in te ploeteren. Oh, weet je wat? Dat is lang geleden, jongen. Ik ga heel eventjes brand stichten, dat is mooi. Oh, dat klinkt echt stom. Even brand stichten. Ik weet nog wel, de eerste keer dat ik GTA deed, had ik dit pompstation opgeblazen. Dat was mijn maat van mij. Dus dat kan ik niet laten om dat nou weer een keer te doen. Zo, even omdraaien, dat we gelijk weg kunnen. Want ik ben best wel badass. Heb ik toevallig... Nee, zeg niet dat ik... Dat meen je niet. Heb ik nou serieus... Ah, oh, gelukkig. Oh, wacht, die staan hier ook, zeg ik. Ik zie ze erover staan. Kan ik ergens naar binnen? Nope, ik kan hier nergens naar binnen. Dan gaan we hier gewoon alles aanstoken. Ah, hier stonden eerst van die tankers. Die kapot konden, nou niet. Oké, okay. Come on. Echt als een baas, zo doen we dat in het echte leven ook. Ja. Hoppakee. Je moet trouwens oppassen, als je te lang spoor maakt met die benzine, dan verdwijnt die. Dus dan heb je er nog niks aan. Probeer eventjes zo. Ik denk dat die andere ook al ontploffen. Het zal best wel een explosie zijn, lijkt mij. En als ik erheen ga, dan is eigenlijk heel het principe weg, of niet? Maar ja, we gaan er gewoon erheen. Hopelijk wordt het een mooie explosie. Niemand kijkt er, kom hoor, er staat iemand benzine op met een pompstation. Goh, wat zal hij doen? Pff, ik zou het niet weten. Nou ga ik iets vets proberen. Dat moet werken. En als dat werkt, dan is het de meest badass shit. Ik weet dat het werkt, maar of dat bij mij werkt, dat weet ik niet. Oh, andere kant. Is het gelukt? Hier. Door die vlam uit je uitlaat. Fucking badass. Dan kan dat aangestoken worden. En alsjeblieft zeg dat de spoor nog heel is. Ah, jammer, mijn auto kapot zit. Dit zou echt zo'n perfecte thumbnail zijn. Dan sta ik daar ontploft zo. Misschien wordt het ook wel de thumbnail. Jullie zien het. Nee! De fik is weg. Verdomme. Ik wil even nu doen. Gelukkig staat de benzine nog. Oh shit, oh shit. Woo! Fucking awesome. Alleen geen politie achter me, dat is mooi. Zo, er ontploft nog iets.
Sick. Nou, dat is lang geleden. Vind ik toch wel echt fucking vet nog steeds. En dit ding drift helemaal eigenlijk voor helemaal voor geen meter. Je moet die Porsche nemen. Ik weet niet hoe die heet, maar de Comet. Dat ding, dat drift echt als een baas. Echt niet normaal. Alleen dit ding ziet er gewoon uit als een driftauto. Hij is ook gebaseerd op een driftauto, maar hij drift eigenlijk niet. Dus, dat is wel een beetje balen. Hier rechts is volgens mij ook de lege baas. Is dat rechts? Wow, zag die actie. Holy fuck. Oké. Dan hier naar rechts. Waar is de weg? Waarom ga ik eigenlijk met deze auto? Trouwens, hij heeft zich snel zat. Oh, zie je de bocht? Nee, laat maar. Ik zeggen, zie je de bocht werken? Hij slipt hem al weg. Zo. Ik heb helemaal geen plan. Ik rijd er gewoon in, ik pak een jet en ik vlieg weg. En ik stort neer, waarschijnlijk. Ik ben benieuwd waar. Ik denk in de zee. Even tutteren, dan weet ze dat ik aan... Oh mijn god, serieus? Er rijdt een fucking tank. Holy shit. Ze hebben me nog niet gezien. Nog steeds niet. Dat is een goede teken. Ik ben net een ninja, jongens. Ze zien me niet eens in die basis. Ik alleen oppassen. Oh shit, nice. Recht voor een jet. Oh, er zat ook een heli, maar ik wil die jet. Heel snel, snel, stap in. Daar staat eigenlijk de tank. Ik moet die weg. Ik wil eigenlijk die grote ook pakken. Want ik denk, ja, we gaan eerst voor dit ding. Mocht dit lukken, dan gaan we hier altijd nog een keertje terug. Ik denk dat het lukt. Ik denk dat we hier weg kunnen. Oh shit, heb ik flash? Ik moet laag blijven. Anders anti-air. Nee. Under the radar. Oh fuck, nee. No. Nou, dat was dus ook geen succes. Fantastisch. Fuck dat ding. Ik vloog wel laag in instantie. Want je moet eigenlijk zo laag mogelijk vliegen. Dan kun je ze niet lokken. Maar ze lokten me al. Dus ik was fuck. Weet je wat we doen? We doen een mooie rit naar de top van de berg. Hey, ik heb 11.000 gekregen. Omdat ik ergens in... ik heb verschillende bedrijven gekocht. Zou ik zo zeggen. We gaan naar de top van de berg. Hier dacht ik ergens. Maar ik wil eigenlijk al iets andere auto. Maar dan zou ik helemaal terug moeten gaan om hier een fatsoenlijke auto te halen. Weet je wat? Wat is dit nou weer? Oh, een auto van mij is in beslag genomen. We pakken die auto die in beslag genomen is. Ik weet niet eens welke auto het is. En ik kan als het goed is toch taxi bellen. Die kan me gratis brengen. Dus dat doen we gewoon. Want ik heb zelf een taxibedrijf opgekocht. Zo ben ik gewoon. Zo doen we dat. Hier, kom eens ergens ophalen. En snel, mon dieu. Mijn telefoon. Wat? Buzzy? Wat? What the heck? Wie was dat dan? Heb ik de verkeerde gebeld? Ja. Huh. Misschien moet ik dan gewoon die andere bellen. Nee. Hatje waar? Zondag eens even in elkaar timmeren. Oh, dacht ik ook ja. Ga maar weg, ja. Ja. Alright, thanks. En terecht. Hebben we nog iets leuks? Ik zie daar ook gewoon geen... Ik zie geen link. Het is een dikke light machine gun. Echt een saw. Een RPD volgens mij. Of een RPK. Volgens mij RPD is dit. Dit is een of ander future wapen. En dan heb je ineens een submachine gun. En dit is trouwens ook een submachine gun. Ik snap dat niet. En dan Nuzi. Hoezo staat het allemaal in één categorie? Dat is niet logisch. Was dat nou geen nieuw wapen? Oh nee, wacht. Dit was een nieuw wapen. Dit is de M-tar. Zo raar, jongen. Die toetsen van de... Oei, hallo, taxi. Van de PlayStation 3. Als je die van de 4 bent, dat is toch allemaal weer net omgedraaid. Doen ze altijd wel leuk. Oké. Breng me maar heel snel naar huis. En heel snel. Skip. Oh nee, maar ik ga nou die auto die in beslag genomen was, ging pakken. Dat was het idee. Ik ben benieuwd. Ik denk zo'n Conquet. En ik heb die gehad, maar ik heb die niet meer geraasd. Dus ik denk dat die hier gewoon in beslag genomen is. Of die Porsche misschien ook wel. Dat kan ook wel die Comet. Want die heb ik volgens mij ook ooit gehad. En die heb ik ook allemaal in beslag laten nemen. Want dat is handigste, want dan staan ze hier vrij.
Bison, what the fuck is een bison? Like, really? Ja, hé, hey, houd die rotzooi. Daar heb ik dus... daar heb ik dus weggedaan. Die twee wagens die ik erin had staan eerst. Er zijn daar twee andere frothuis geworden. Ik wil, die andere is Sand King, maar volgens mij is die Sand King wel getuned. Hey, hallo! Actie, ik wil gewoon mijn auto, jongens. Dan moet ik eerst zeker die pakken. Ik hoef deze frontbak niet. Nou. Nee. Dan krijgt hij de politie aan, dan begint hij weer te huilen. Oké, nog een keertje. Tweede poging. Oké, we nemen nou mijn Sand King, want die is bruut als een motherfucker. Moet je zien, jongens. Echt een tank. We gaan hier gewoon die bergen. Waarom doen we dat ook niet, jongen? Dit is gewoon een tank. Hiermee moeten we die bergen in. Come on. Kijk, waar zijn die bergen? Hier, jongen. Gekke. Net een monster truck. Het is niet de XL, volgens mij. Of dit is de Sand King XL, maar dan heb je nog eentje. Is volgens mij nog groter. Is dit de XL? Oh nee, dit is gewoon hier de Sand King SWB. Dan, ja, die XL die heeft vier deurs. Deze twee, dat was hem. Ik zal even denken, wat is ook een verschil? Ah, dit ding is echt super bruts. Vooral met een mat zwart, jongen. Als je dit achter ziet, dan wil je gewoon echt gewoon wegrijden. Dan denk je, Ga je gewoon dwars over andere auto's heen, joh. Hoeveel moet ik al niet rijden, joh? Dat is echt fucking ver. We gaan nog gewoon stijl die berg oprijden. We nemen niet die route. Dit ding moet dat kunnen. Weg jij, ja, oprotten. Mop. Dus ga je gewoon overheen. Dit is zo sick. Brute kracht gewoon dit. Nou, we gaan onze eigen route nemen, want die wegen hebben we ook al een beetje gezien. Oké, dat was niet zoals gepland. What the fuck? Toch geen krasjes, hè? Oké, we gaan hier gewoon over die vangrail. Dat moet kunnen met dit ding. Maar het is best moeite mee. Ik heb hem toch niet verlaagd, volgens mij. Of wel? Lijkt me niet. Nou ja, als je dit ding verlaagt, dat hij nog vier keer zo hoog is als een gewone auto. Nou, mooi hier omhoog. Ik weet echt niet waar ik heen moet. Weet ik dat ik ergens gewoon fucking hard naar beneden cross? Oh, dat kan hier al bijna. Oh nee. Wat een leuke muziek. Echt jongens, als ik die copyright claims van krijg, ga ik huilen. Nee, maar dat zal toch een beetje oppassen. Oh shit, wat denk je met je hummer, jongen? Pff, hummer. Rommel. Oh shit, mijn auto is kapot. Wat de heck? Ah, krasje. Oké, we moeten hier omhoog. We gaan hier gewoon als een baas omhoog. Als hij dit niet aan kan, ik zweer het je, dan breng ik hem nou nog terug en dan neem ik gewoon een Lamborghini. Want die kan hier wel omhoog. Dat ding heeft er serieus moeite mee. We gaan er gewoon omhoog. Mop, mop, mop. Oh shit, daar moeten we heen, hè. Ik ben helemaal verkeerd. Nou ja, we gaan gewoon mop, mop, mop. Nou, dan ploft hij gewoon als ik één keer van de hoge afstand spring. Nee, 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 nee. Oké, nee, nee, niet, niet. Ja, fuck it, ik zet hem eens achteruit. Mop, mop, mop. Ik wou er omhoog. Ik denk, dan gaan we echt van die superhoogte afjumpen. Maar nee, dat kan dan weer niet. Jammer, balen. Moet in ieder geval die kant op. Die ziet er iets hoger uit zoals ik nou ben. Die is echt fucked up hoog, hè. Ik moet dit spel ook nog een keer 100% uitspelen. Maar ja, ik was toen bezig, toen ben ik gestopt. En ja. En toen kwamen er allemaal andere games uit. Toen kwam de Next Gen. En uiteindelijk heb ik nog niks gedaan. Heb ik nog niet uitgespeeld. Of ja, ik heb wel het spel uitgespeeld, maar ik wil hem 100% uitspelen. Dus alles doen wat het doen valt. Dus elke collectible vinden en al die zooi, weet je wel. Daar was ik mee bezig en ik had echt enorm veel van al die shit gehaald. Of gehaald, gevonden, hoe wil ik het noemen. Maar, ja, ik ben gewoon gestopt omdat ik er even geen zin in had. En toen kwamen al die nieuwe dingen uit. Dus. Ik denk zo traag, maat. Ik kan hem inruilen. Ben ik heel toevallig bij mijn eigen garage, want dan ga ik gewoon een eigen auto nemen. Zal dit heel toevallig. Perfect, dat is mijn garage. We gaan mijn Sand King inruilen, denk ik. We pakken ook iets wat in de buurt staat. Dan kunnen we dan gewoon gratis pimpen. Want het is mijn Los Angeles Customs. Dus. Wat zullen we vinden? Hier zit ook ergens zo'n dumper, volgens mij. Even kijken. Dat is ook wel sick, natuurlijk. Kom op. Oh shit.
Oh, dat is ook leuk. Dat is alleen geen dumper, maar dat ding is wel leuk.